Nederland is in de wereld toonaangevend als het om innovatieve en duurzame landbouw gaat. Het buitenland kijkt met jaloerse blik naar hoe onze boeren zorg dragen voor het landschap, het milieu en dierenwelzijn. Toch weten we deze unieke boerenkennis en kunde onvoldoende te waarderen. Daarom ben ik vandaag hier, in Haastrecht, op het agrarisch bedrijf van de familie Duindam. En met hen ga ik in gesprek over hun bedrijf, de onrust in de sector en de toekomst van jonge boeren. Want alleen als we met elkaar in gesprek blijven, kunnen we de grote duurzaamheidsvraagstukken van de toekomst oplossen. Danielle, allereerst heel erg bedankt dat we hier mogen zijn op het bedrijf van jouw familie. Kun je iets meer vertellen over wat je hier zoal doet? Ja, zeker. Ja, samen met mijn ouders, mijn oom, broer en zusje hebben we hier een melkveebedrijf. En hebben we ook bijbehorend jongvee. Nou, we zitten zoals je ziet echt in een landelijk gebied, maar toch ook dicht bij de grote steden. Van onze melk wordt kaas gemaakt. En een groot deel van het jaar lopen de koeien in het weiland. Maar nu in de winter staan ze op stal, dus ik zou zeggen laten we een kijkje nemen binnen. Heel graag. Net als veel boerenondernemers hebben jullie een echt familiebedrijf. En nu zie je in de sector veel dat ondernemers problemen ondervinden met het overdragen van hun bedrijf aan een nieuwe generatie. Welke knelpunten zie jij vooral voor jonge boeren als het gaat om bedrijfsopvolging? Ja, een goed toekomstperspectief is echt wel heel belangrijk. De investeringen zijn gewoon heel erg fors op zo'n bedrijf. Ja, en die moet je natuurlijk wel kunnen terugverdienen. Boeren willen graag nog duurzamer worden dan dat ze op dit moment al zijn. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je daar ook andere schakels in de keten bij betrekt. Waaronder dus ook een duurzame prijs voor het voedsel dat ze produceren. En op zo'n manier ontstaat een verdienmodel waar jonge boeren en boerinnen verder mee kunnen. Niet veel mensen weten dat het juist de agrarische sector is die de afgelopen jaren al ontzettend veel milieuwinst heeft geboekt door de uitstoot terug te dringen. Maar ook door nieuwe duurzame technieken te ontwikkelen. En je vertelde me net dat we hier nu zijn in de draaimelkstal. Een voorbeeld van hoe techniek gebruikt wordt hier op het bedrijf. Hoe hebben jullie dat door de jaren heen aangepakt en de techniek verwerkt in het bedrijfsmodel? Ja, er zijn best wel veel technische oplossingen en we maken ook heel veel gebruik van data. We meten eigenlijk best wel veel en ook heel nauwkeurig. Alle koeien hebben een sensor om hun hals, maar we hebben ook bodemanalyses per perceel. Zo hebben we bijvoorbeeld een mestrobot in de stal lopen, een weerstation op het dak van de stal. Ja, en daar kunnen we eigenlijk gewoon heel veel verbeteringen mee maken. En dat wil je ook eigenlijk. Hè. Je wil de gezondheid van je koe in de gaten houden en je wil eigenlijk met zo min mogelijk input zoveel mogelijk output realiseren. Dus daar wil je gewoon vooruitgang in blijven hebben. Tot slot zou ik graag nog een vraag willen stellen over de onrust in de sector. Want ik denk niet dat zich eerder zoveel tractoren hebben verzameld bij het Malieveld dan de afgelopen anderhalf jaar. Het zou heel mooi zijn als de politiek het vertrouwen van de agrarische sector kan herwinnen. Wat denk je dat daarvoor nodig is? Wat zou jouw boodschap zijn aan de politiek? Ja, dan zou ik toch zeker wel zeggen, maak beleid dat toekomst biedt voor de lange termijn. En ja, wat ook een stukje zekerheid geeft aan ondernemers. Zodat je weet eigenlijk waar je naartoe kunt werken. Er spelen natuurlijk verschillende uitdagingen. Een akkerbouwer gaat het anders aanpakken dan een varkenshouder. Maar bijvoorbeeld ook de ligging, je locatie van je bedrijf, kan enorm bepalend zijn voor welke keuzes je maakt in de toekomst. Dus geef ook die ondernemer de ruimte om te kijken wat het beste bij jou past en bij jouw bedrijf en locatie. En daarnaast denk ik dat het gewoon goed is om innovatie te stimuleren. En ik denk ook dat het belangrijk is dat de overheid echt een stimulans geeft aan jonge boeren en boerinnen. Zodat je ook eigenlijk een stukje motivatie krijgt of extra motivatie krijgt om het familiebedrijf voor te zetten. Ja, want het woord perspectief hoor ik heel veel terug in jouw verhaal. En ik denk dat heel veel mensen, zeker in deze huidige coronacrisis, heel goed begrijpen hoe belangrijk dat is. Dus dat verdient de sector ook zeker. Mag ik jou heel erg bedanken voor jouw tijd en nog heel veel succes met het hele mooie bedrijf. Ja, dankjewel. De agrarische sector zorgt voor 8% van de nationale werkgelegenheid. En daarmee vormt het een belangrijke schakel voor de economie, maar ook voor de leefbaarheid van het platteland en de regio's. En als we dit voor de toekomst willen behouden, verdienen boeren, precies zoals Danielle zegt, duidelijkheid, perspectief en een lange termijnvisie. En daar vinden de boeren het CDJA aan haar zijde. Voor een sterke en duurzame agrarische sector, nu en in de toekomst.